Ik ben Abby en ik woon in een flat. En samen met mijn buren heb ik heel veel pret. En ik ben Abby, en ik ben Abby. A-B-I. Ze zijn Turk, Joods en Hindoe, Marokkaans. En samen met mijn ouders ben ik Surinaams. En ik ben Abby, en ik ben Abby. En ik ben A-B-I. Is er iets? Ja, ik ben te laat voor mijn gebed en ik moet nog eten. Hoe bidden jullie dan? Gewoon, naar het oosten. Oké, weet je al wat je gaat eten? Ja, injera. Injera, is dat lekker? Ja, het is een soort brood in de vorm van een pannenkoek. Kom, we nemen de trap. De trap is veel sneller. Hallo. Hallo mevrouw. Wil je zat gewanna kazant al jalen in ja? Mag wel even binnenkomen hoor, alleen we moeten ze nog even bidden. Ik ben Nadissa. Ik ben Abigail. Oh, weet je wat het betekent bij ons? Vaders vreugde. Je bent dus het geluk van je vader. We gaan even bidden, we komen zo. Is alleen om te anna, hoe laat je nu moeder, misschien een ander balalen. Dat heb ik inzien. Zoveel. Voor mij. Zal je met hem. Kijk,
Bartje leeg, goed hè? Wat heb je nou gedaan? Maar die mevrouw zei dat ik een hele bordje moest leeg eten. Maar dat was voor de hele familie. Wat doe je? We moeten wat verzinnen. Kijk, er zijn nog pannenkoeken over. Maar wat doen we daar dan op? Het is toch een soort brood? Ja, wat doen we? Kruid. Zij heeft het gedaan. We hebben het samen gedaan. Maar jij hebt alles opgegeten. Die mevrouw zei dat ik mijn bordje moest leeg eten. Nou, Elias, kijk eens hoe flink zij is. Ja, als je maar zo groot eet, Elias. Oh. Dit is slagroom. Dat zijn vlokken. Dit is popcorn. Dat is kokos. Snoepjes. Dit is gedroogd fruit. En hieronder zit een pannenkoek. Nee, injera. Wow.